Intussen is Marino Keulen van Open VLD komen aanschuiven. Dag meneer Keulen. Ja, u bent niet zo gelukkig hè, met het voornemen van de nieuwe Nederlandse regering om legale cannabiskweek in enkele Nederlandse gemeenten toe te laten. U vreest voor de gevolgen in uw gemeente, Lanaken? Ongerust. En ik denk dat heel wat Belgische grensgemeenten eigenlijk met diezelfde onrust zitten. Men gaat dus in Nederland proberen dus de bevoorrading van de coffeeshops dat wettelijk te regelen. Vandaag mogen die wettelijk drugs verkopen, cannabis verkopen bijvoorbeeld. Maar de bevoorrading is wat dat betreft in handen van het illegale milieu, van het criminele milieu. Die verliezen nu een stuk van hun afzet en die gaan ongetwijfeld compensaties zoeken aan de Belgische kant van de grens en daar inderdaad nog meer dan vandaag illegale cannabisplantages opzetten. En we worden daar vandaag al door geteisterd. Nochtans, u begon met te zeggen wat Nederland doet is oorbaar. Dat is uiteraard ook een goed recht. Ik denk dat Nederland altijd een beetje eigenlijk de fout heeft gemaakt om willen gidsland te zijn op het vlak van drugsbeleid. We hebben daar eigenlijk ook heel alle verschillende koersen eigenlijk bewandeld. Proberen dat nu helemaal te reglementeren. Wat men vaak in het buitenland onvoldoende beseft is dat daar de Nederlandse steden en gemeenten ook grof geld aan verdienen. Want die coffeeshops die mogen maar uiteindelijk de deuren openen als ze daar ook fors geld voor neertellen voor zo'n vergunning. En dat trekt natuurlijk ook een publiek aan wat ook wel de nodige overlast veroorzaakt, de drugstoeristen. En die komen bij jou ook terecht, in jouw gemeente bedoel ik dan? Die komen dan bij ons de grens over. We hebben 3 grote grensovergangen, eentje in Veldwezel, 2 in Smeermaas. Die komen dan vanuit Frankrijk, vanuit Duitsland, België ook, vanuit het binnenland, die zich daar willen bevoorraden. Bijvoorbeeld bij ons in de coffeeshops in Maastricht. Dat hadden we nu eigenlijk allemaal perfect onder controle sinds de invoering van de wietpas in mei 2012. Zijn die drugstoeristen weggebleven? Wat erop neerkomt dat ja, mensen uit Nederland afkomstig moeten zijn, over zo'n pas moeten beschikken om zich te bevoorraden. Moeten een domicilie hebben in Nederland om uiteindelijk in zo'n coffeeshop eigenlijk binnen te geraken. En dat heeft gewerkt, zeg je. En dat heeft gewerkt. Dat heeft dus gemaakt dat die drugstoeristen wegblijven. Want die drugstoeristen, dat staat ook altijd gelijk met overlast. Dat zijn vaak verslaafden. Die plegen dan woninginbraken om aan geld te geraken, om uiteindelijk hun drugs te kunnen kopen. Het is toch niet omdat men de kweek gaat legaliseren, dat men die wietpas afschaft? Er zijn 2 dingen. Aan de ene kant de toename van de illegale cannabisplantages aan onze kant van de grens. Tot nog toe dit jaar, 2017, zijn er in Lanaken 16 opgerold. Vorig jaar over het hele jaar ook 16 illegale cannabisplantages bij ons in Lanaken opgerold. Het jaar daarvoor zelfs in de 30-tal. Dus dat is 1 aspect. En het tweede is ook natuurlijk alles wat eigenlijk lijkt op een versoepeling van het regime trekt eigenlijk die drugstoeristen aan. En dat geeft dus ook de overlast die ik net eigenlijk beschrijft, ook het illegaal dan verspreiden van drugs om ook maar aan geld te geraken om dan in Maastricht of in de rest van Nederland zelf drugs te kunnen kopen. Nu, om nog eens terug te keren naar het begin van uw redenering. U vreest dat die producenten hun inkomstenverlies, omdat er dan legale concurrentie komt, gaan compenseren door plantages in uw gemeente bijvoorbeeld te beginnen. U kan natuurlijk ook zelf voor concurrentie zorgen als we het nu ook eens zouden legaliseren. Ik denk dat dat een goede vraag is en ik vind dat eigenlijk onbegrijpelijk. Als het over drugs gaat, dan zit iedereen meteen in een kramp. De sigaret hebben we bijna volledig gebannen in de publieke ruimte. Op een manier, soms, ik ben zelf geen roker, maar rokers worden bijna voorgesteld of beschouwd als leprozen, als melaatse. Mensen staan buiten aan de ingang van een of andere deur dan samengedrukt te roken. Maar als het dan gaat over drugs, dan moeten we altijd heel soepel zijn. Ik denk dat de boodschap vooral moet zijn, drugs is gewoon slecht. Iedereen hoopt toch dat zijn kinderen nooit met drugs in aanraking komen. En we moeten dat ook veel meer durven naar buiten te brengen. Dus wat de regering Rutte overigens ook een liberaal doet, is niet zo verstandig volgens u? Ik denk dat men nog altijd in Nederland vastzit in een soort van drugsbeleid waar de slang uiteindelijk in haar eigen staart bijt, waar men heeft op een zeker ogenblik drugs de verkoop heeft pogen eigenlijk wettelijk toe te laten. De bevoorrading dan eigenlijk in het illegale circuit, daar heeft dan het criminele milieu zich op geënt. Men komt dan daar inderdaad onfrisse situaties tegen van criminelen die dan rechter en partij spelen in een stad waar dan het bestuur een vergunning heeft gegeven aan zo'n coffeeshop, die dan
moet zaken doen met het criminele milieu om aan drugs te geraken. Dus goed, dat legaliseren is eigenlijk ook niet zo verstandig, hoor ik u zeggen. Ik denk dat je veel meer moet durven, gelijk we de strijd hebben gevoerd tegen de sigaret, en dat is soms, vind ik, op een nogal hatelijke manier gebeurd, dat had voor mij als niet-roker ook nooit gemoeten, moet je dat ook durven doen ten aanzien van drugs. Met de sigaret zijn we daar eigenlijk heel ver in geslaagd, en als het over drugs gaat, durven we niet te zeggen dat dat gewoon eigenlijk voor de gezondheid van mensen die ermee te maken hebben, en zeker als men langdurig ook cannabis gebruikt, dat hoeft nog niet het zware spul te zijn, dat dat eigenlijk ruïnerend werkt voor de gezondheid. Maar dan toch niet zo oorbaar, zoals u eerst zei? Ja, dat zij die ambitie hebben, dat is hun goed recht. Ze zijn autonoom, maar vanuit het oogpunt van volksgezondheid, vanuit het oogpunt van eigenlijk het buurland, vanuit het oogpunt van politionele overlast, wat dat bij ons als buurland België gaat veroorzaken, heb ik daar inderdaad grote twijfels bij. Het is natuurlijk maar de vraag in hoeverre de Nederlandse burgemeesters daar zelf zitten op te wachten. Ik las in een Nederlandse krant die wat navraag heeft gedaan dat men er eigenlijk ook niet staat voor te springen om die legale cannabisteelt toe te laten. Dus misschien maakt u zich zorgen om niks? Dat zou het beste zijn natuurlijk. Ik vrees inderdaad toch wel dat de grotere steden inderdaad gaan in dat proefproject proberen in te stappen. Toch wel? De andere denk ik ook eerlijk gezegd, omdat die coffeeshops toch ook altijd overlast eigenlijk veroorzaken, hopen daar eigenlijk niks mee te maken te hebben. Maar goed, belastingen opbrengen. Ja, natuurlijk. En de meeste van die steden en gemeenten, en wij hebben dat te weinig door, zijn daar ook aan handen en voeten natuurlijk aan die uitbaters gebonden, om de zeer eenvoudige reden dat ze natuurlijk wel goed geld hebben gevangen als stadsbestuur van diegenen die zo'n coffeeshop openen om een vergunning te krijgen, moeten daar inderdaad duizenden euro's voor op tafel worden gelegd. Ja, minister-president Geert Bourgeois zei, ik ga wel praten met de Nederlandse autoriteiten. Wijst ook op zijn contacten die hij al gehad heeft met de ambassadeur, die zegt van ja, eigenlijk weten we het nog niet in welke gemeenten het zal zijn. Heeft u zelf al eens contacten gehad hierover met uw collega, burgemeester van de grensgemeente? Ja, we gaan dus, want dat moet nog worden vastgelegd, overleg hebben met de burgemeester van Maastricht, Annemarie Pentestrake. En we zijn dan inderdaad bij ons de grensgemeente Riemst, Bilze, Lanaken, Maasmechelen. Omdat we uiteraard zeer benieuwd zijn. Maastricht had... En u probeert het uit haar hoofd te praten in Jan. Maastricht had de kwalijke reputatie. Er waren 14 coffeeshops. Dat was dus legaal. Daarnaast nog een veel aan illegale verkooppunten van drugs. Daar kwamen vooral de drugstoeristen eigenlijk uit heel West-Europa af. Maastricht was eigenlijk een beetje het drugsverdeelpunt van West-Europa. Sinds de invoering van de wietpas is het daar een stuk rustiger geworden. En ik hoop vooral dat het zo blijft. Ook gewoon de symboliek van er gaat iets geregeld worden. En de idee wat men geeft dat het dan misschien makkelijker is om aan drugsspul te geraken, is denk ik heel kwalijk om die drugstoeristen weer terug eigenlijk in de richting van de grens te lokken. En dat hoopt u zo te houden. De rust hier vandaag is bedankt in elk geval voor dit gesprek. Blijf nog even bij ons, dames en heren. We kijken zo meteen naar het debat dat hier is gevoerd over Catalonië. Actua TV. Het hele verhaal.